Goedenavond. Welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. De onderwerpen in Focus: TAPTO Groep en Diaspora Instituten in startblokken voor Diaspora Seminar 2. 16 cursisten krijgen basiskennis brood en banket in Mungo. Juspol bezig met decentralisatieproces binnen rechtszorg in Brokopondo en Marowijne. En Peuterschool Papegaatjes viert kinderdag. De TAPTO Groep NV, het Diaspora Instituut Suriname en het Diaspora Instituut Nederland zijn in de startblokken voor het Diaspora Seminar 2. Ook tijdens de tweede editie zal er van gedachten worden gewisseld over de inbreng van de diaspora in de ontwikkeling van Suriname. Tijdens het seminar op 21 december zullen vooral de bouwstenen die uit het eerste seminar van augustus naar voren zijn gekomen in praktische plannen geconcretiseerd worden. Wij spraken Brigitte Wong-Tamsung en Winston Wilson, respectievelijk directeur en senior partner van de TAPTO Groep NV. We hebben een diaspora seminar 1.0 georganiseerd en dat is in augustus jongstleden geweest. En even kleine correctie, niet enkel het Diaspora Instituut Nederland, maar ook het Diaspora Instituut Suriname heeft een mede georganiseerd, het eerste seminar. De bedoeling, we hebben een korte samenvatting, we hadden echt een heel prachtige opkomst, heel grote participatie vanuit de publieke en de private sector, waarvoor we heel erg dankbaar voor waren. De bedoeling is dat de output van dit seminar, van Diaspora Seminar 1.0, want de bedoeling was om daar bouwstenen te verzamelen voor een Diaspora Engagement Policy. Daar zal mijn partner Winston Wilson iets verder op ingaan. Er zijn daar bouwstenen uit voortgekomen en de bedoeling is dat we in het seminar 2.0 verder zullen gaan met deze bouwstenen. En we hebben daar een heel speciale werkvorm voor bedacht, waartoe we zullen komen tot echt concrete output. Daar zal ik straks meer over vertellen. Samen met het Diaspora Instituut Nederland en Diaspora Instituut Suriname hebben we verschillende vragen de ether ingegooid. Bijvoorbeeld via een behoeftematrix die neergelegd is bij scholen onder andere, zodat die konden op een rij konden zetten waar hun behoefte is, waar ze ondersteuning aan nodig hebben. We hebben ook een nieuwe techniek gebruikt, de Mentimeter. En die Mentimeter was online beschikbaar. En daar waren verschillende onderwerpen, diaspora aangaande, te vinden. En mensen konden daar online hun voorkeuren aangeven. En die uitkomst van die Mentimeter is ook gebruikt als van waar heeft de diaspora behoefte aan. Niet alleen de diaspora die nog uit Suriname is, maar ook de diaspora die al terug is in Suriname. En de bedoeling was om daar 10 bouwstenen uit te krijgen uit Diaspora Seminar 1.0. Die 10 bouwstenen zijn eruit gekomen. En met Diaspora Seminar 2.0 willen we, is de bedoeling, wat mijn collega ook zei, om door middel van de werkvormen met werkgroepen, om die 10 bouwstenen te concretiseren naar praktische plannen. En van daaruit gaan we kijken welke van deze 10 plannen is het meest praktisch en haalbaar op korte of middellange termijn. En zo hopen we het jaar af te sluiten dat we Diaspora 1.0 en 2.0 een plekje hebben gegeven. Er was heel veel animo voor het Diaspora Seminar. Fysiek hadden we meer dan 300 mensen aanwezig. En online hebben iets van 645 mensen geparticipeerd. Daar is ook een verslag van gemaakt. Ook de uitkomst van de Mentimeter is in een verslag verwerkt. En dat verslag is ook te vinden op de websites van Diaspora Instituut Nederland en Diaspora Instituut Suriname. Dus mensen kunnen dat gewoon erop naslaan en downloaden. En daar staan al die punten in opgenomen. Uit het enthousiasme van de mensen is ook duidelijk naar voren gekomen dat mensen niet te lang willen wachten. Er is heel erg getrokken, bijvoorbeeld gesproken over een loket
een single loket waar alle diaspora's naartoe kunnen op het moment dat ze behoefte hebben om in Suriname ergens mee aan de slag te gaan. Om zo met de juiste instituten, mensen, bedrijven in contact te komen. Maar er is ook gesproken over een database die nodig is om kennis en kunde te verzamelen van diaspora die al aanwezig is in Suriname en diaspora die beschikbaar is in andere delen van de wereld. En hoe die kennis en kunde gebruikt kan worden als er behoefte is in Suriname om daaruit te putten. Want een van de speerpunten van Diaspora Instituut Nederland was industrialisering, het tweede was onderwijs en het derde was capaciteitsversterking. En we merken op dit moment, Suriname heeft een groot capaciteitsgebrek. We hebben zelf te maken met een stukje brain drain, waardoor de capaciteit nog meer onder druk komt te staan. En door de diaspora engagement policy zijn er nou, of het nou uit Japan of uit New York of uit Frans-Guyana of uit Frankrijk of uit Nederland. Van alle kanten hebben diaspora contact opgenomen en gevraagd hoe zij hieraan kunnen participeren en een bijdrage kunnen leveren. Dus daar zijn heel veel gesprekken ook geweest, zoals mijn collega zei. Niet alleen met publieke actoren, zoals de regering, kabinet van de president, de diaspora-instituten in Nederland en in Suriname. Maar met heel veel private organisaties ook, die graag willen kijken waar ze op deze drie gebieden, onderwijs, industrialisering en capaciteitsversterking. En tegenwoordig hangt gezondheidszorg daar ook een beetje bij. Om te kijken hoe op die punten een bijdrage geleverd kan worden om een beter Suriname met elkaar te realiseren. De Suriname Hospitality and Tourism Training Center, SHTTC, reikt middels een basistraining 16 cursisten de tools en basiskennis aan in het bakken van brood en banket. Deze cursus is op zondag 3 december van start gegaan in Mungo. Men kon zich registreren voor deelname aan deze training. De training wordt verzorgd in samenwerking met het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT. Het gaat om een vijfdaagse training, welke zowel een theoretisch als praktisch gedeelte omvat. Participanten betalen een inschrijfbedrag. Ook voor het theoretisch gedeelte krijgen zij onder andere readers, een mapje en schrijfgerij mee. Ruben Forster, coördinator toerisme, geeft aan dat de cursisten de basisprincipes van bakken, inclusief het mengen van ingrediënten, het kneden van deeg, en het maken van verschillende soorten brood en banket zullen leren. Volgens hem is er behoefte om kennis op te doen in deze sector. Het ministerie doet er alles aan om het programma landelijk uit te voeren, zodat een ieder bereikt kan worden. Districtscommissaris Olivia Domini en DNA-lid uit Marowijne, Genevieve Jordan, hebben de cursisten toegesproken bij de start van de sessie. Het ministerie van Justitie en Politie en het Hof van Justitie zijn thans bezig met het decentralisatieproces van de rechtspraak en de rechtszorg. Dit zal ervoor zorgen dat er een goede spreiding en toegankelijkheid komt van de rechtspraak. In deze spreiding zijn de districten Marowijne en Brokopondo opgenomen. In dit kader zullen nu zittingen worden gehouden in bovengenoemde districten. Het gaat in deze slechts om civiele zaken. Voorts zal er ook toegang zijn tot burgerlijke standzaken. De openingszitting in Marowijne was op maandag 4 december 2023 en in Brokopondo op woensdag 13 december 2023. Dames en heren, bewoners van het district Marowijne, welkom. Het traditioneel gezag, de kapitein, de basja, mijn balio wang boom odi tijamante yaso.
Ausanyu Konduyaso. Tide, gimi, nawang Gandhi, nawang Biggie Day, omdat ahof president taki 43 jaar terug, da rector be kon na Marwina. Maar mijn leven, mijn zin nooit. Ik heb het nooit meegemaakt. Ik weet wel, dat ik wil mima tegen verder, meester Fortnite, dat ze kwam op de markt aan de waterkant, spullen verkopen, dat toen bij Farabsa, als straf ofzo, als koude straf ofzo, zijn we demorotide. Daar ben je met taki citeo door gij, als om je kei consorto. Maar dat was voor mij iets van de rechtspraak. Maar ik heb het niet meegemaakt. En ik ben blij. En ik begin alvast de regering Santoki Brunswijk te feliciteren met dit mijlpaal. Hofpresident, u. Dat u dit gedurfd hebt. En ook de commissie dat ze dit hebben gerealiseerd. Het was uitdagend, maar u ziet, uw inzet wordt beloond. Per rechter, biosende bifi, giyu. Taki yo mo goa foto fugo na wang recht sitting da asan dati na ipasamo de rechter ekon chayu anya district fu handle yo saak af. Wat een geweldige. Als burgermoeder van Marowijne Zuidwest ben ik zeer ingenomen met dit feit dat bepaalde hoorzittingen gedecentraliseerd zijn naar Marowijne. Van deze plaats uit wil ik namens de gehele totale gemeenschap van Marowijne, het Hof van Justitie en het ministerie van Justitie en Politie van harte dank zeggen voor deze ontwikkeling. Tot slot wil ik het volk van Marowijne meegeven. Maak gebruik van deze gelegenheid. Maak gebruik van deze ontwikkeling. Efuan sama abi wan probleem. Kom naar het commissariaat toe. We hebben geselecteerde bestuursambtenaren klaargehouden voor u die uw probleem kunnen registreren zodat deze problemen doorgesluist kunnen worden naar Paramaribo. Ja? En heb vertrouwen in de personen die geselecteerd zijn om dit werk te doen. Het zijn betrouwbare mensen. U hoeft niet te vrezen dat uw problemen naar buiten gaan. Nee, wij houden zaken hier heel confidentieel. Jaarlijks wordt op 5 december Kinderdag gevierd in Suriname. Op deze dag worden de kinderen extra verwend en in de bloemetjes gezet. Ook peuterschool De Papegaaitjes had in verband met de Kinderdagviering leuke attracties voor de peuters. En een speciaal thema, Pyjama-dag. De communicatiedienst Suriname sprak Evenlania Lagadou, directrice van de peuterschool. Kijkt u mee naar het verslag.
vandaag is vieren wij samen met de peuters en de kleuters kinderdag hier op bij de papegaaitjes. We hebben daarom bedacht dat we in pyjama kunnen komen, dus we hebben een pyjama dag van gemaakt. En onze lieve ouders hebben zich ingezet, maar ze hebben ook ervoor gezorgd dat onze kinderen een cadeautje hebben. Ze hebben het mooi voor ze verpakt en straks komen Mickey en Minnie de cadeautjes afstaan. Kinderen hebben is dat ieder misschien gegund is, dus daarom ben ik van de mening toegedaan dat je zoveel mogelijk je kinderen moet verwennen zodat ze zich geliefd voelen. En daardoor kunnen ze zich misschien beter presteren in hun leven, in de toekomst. Dus ik motiveer de ouders om zoveel mogelijk te doen voor hun kinderen waar ze kunnen. Dus een cadeautje geven aan je kind, omdat je kind zo goed presteert, wat alle papegaaitjes zijn verlicht, is altijd een goed idee. Zelf ook moeder. En het is gewoon mooi om te zien dat wanneer je zo'n cadeautje van je kind verpakt, je kind liefde en aandacht geeft, dat je kind opbloeit. Dat hij zich gelukkig voelt, blij is. En ik ben er zeker van dat daardoor, hier dus door al deze energie en aandacht dat je aan je kind geeft, dat je kind misschien later beter in de maatschappij kan presteren. Betere keuzes kan maken. En gewoon een gelukkig kind is, want dat hebben we. Hebben we te goed aan onze kinderen. Ik vind dat is het minimale dat je kan doen als je kinderen hebt. Zoveel mogelijk je kinderen proberen om ze een betere leven te geven dan misschien dat jij zelf hebt gehad. Of gewoon om ze gelukkig te zien. Want het is gewoon prachtig dat je kind zo te zien lachen als je je best hebt gedaan voor je kind. Opbouwen met kinderen is door meer aandacht aan je kind te geven. Probeer naar je kind te luisteren. Wat ik altijd aan mensen zeg, zie kinderen niet als, zijn kinderen natuurlijk, maar probeer ze te zien als mini-mensen, kleine mensjes. Net als hoe wij soms struggelen met heel veel emoties en alles eromheen, zo is ook een kind, maar alleen in mindere mate. Dus zie je kind niet als een mindere, maar als gelijkwaardig klein mensje die je natuurlijk structuur moet geven. Kijkers, dit was Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.